De protestacties van vanmorgen zijn ernstig uit de hand gelopen. Zwaar bewapende leden van de mobiele eenheid hebben bepaalde wegen afgesloten voor de actievoerenden. De kleine groep actievoerenden is op de hoek van de Fred Derby en de Eddy Brumastraat tegengehouden door deze eenheid. De gemoederen raakten hierdoor verhit. Het liep bijna uit de hand tussen SPA-voorzitter Gino Kastelen en de lid van de mobiele eenheid. De groep besloot zich niet uit het veld te laten slaan. De actievoerenden liepen richting de Henk Aronstraat, waarna de mobiele eenheid tegenrichting reed om de groep de pas te snijden. Daarna liep de groep door de Klipsenestraat, de Wagenwegstraat richting de Keizerstraat. Toen de groep bij de kruising aankwam van het stoplicht, hebben de leden van de mobiele eenheid zich weer opgesteld. Ik ben maar dat u nog vrede. Want dat is de bedoeling de afgelopen week. Alle dingen op televisieprogramma en kom. We zijn anarchistisch bezig. We houden ons niet aan wet en recht in dit land. Asanda die schrik je wat dus maar, volgens mij. Want de praxerie dat aan ons posten op Sadja. Wij hebben gewoon gebruik voor uw grondrecht, voor uw burgerrecht. En we kunnen bij alle tijden demonstreren, we kunnen betogen. Ja of niet, dames en heren? Hoe betoog? Hoe betoog? Want dat na boodschap voor alle lessen aan de afgelopen week. Hoe vrede is maar. Gezond is maar dat heb ik straat die hoog grijpt in. Make de kowe wacht die ding! Make de kowe wacht die ding! Tijdens een toespraak werd Wilco Valies door een politieinspecteur vastgegrepen om hem mee te nemen. Deze handeling ging bij de menigte in het verkeerde keelgat. Er ontstond een gehalentrek waarbij de eerste burger werd gearresteerd. Valies is door de menigte naar achteren gebracht, waarna hij aangaf waarom er getracht is hem te arresteren. Maar ze gaan mij niet kunnen arresteren, op geen enkele wijze. Omdat we binnen de grondwet blijven en we hebben geen enkel vandalisme, we hebben ons niet schuldig gemaakt aan enkele vorm van vandalisme. Het is een vreedzame demonstratie en de wet geeft mij die ruimte om dat te doen. Absoluut, want dat is er ook gezegd. Klopt, klopt. En zij zijn bezig ons te provoceren. Maar we hebben in elk geval aan onze mensen gezegd, laten ze zich niet laten provoceren. En laten wij op een vreedzame manier ons ongenoegen laten blijken naar de regering die op deze manier omgaat met burgers die van hun grondrechten gebruik willen maken. Het beleid is funest voor deze samenleving. We worden met de dag armer en armer. Jonge mensen hebben geen werk. De maipina morang amoro. Aldus Wilco Valies, voorzitter van de BVL en ALS. Hij sprak tijdens de protestacties vanmorgen.